De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Zuidhorn, Gaarkeuken en Marum zijn sterk verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen van nu als het gaat om energieverbruik en om de kwaliteit van het water dat ze kunnen zuiveren. Bovendien loost de installatie van Marum in het dwarsdiepgebied. En dat zou eigenlijk niet meer moeten, ter bevordering van de natuur. Daarom worden de 3 rioolwaterzuiveringsinstallaties opgeheven en worden ze overgenomen door 1 nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie op de logistiek meest slimme plek, in Gaarkeuken. De nieuwe centrale installatie zuivert het water straks veel beter, zodat de kwaliteit van het water dat geloosd wordt ook hoger is. Het water dat door de nieuwe installatie gezuiverd is, zal veel minder stoffen bevatten die we niet in sloten en vaten willen. Daarnaast gebruikt hij beduidend minder energie dan de oude installaties en er wordt duurzaam gewerkt door nuttige grondstoffen terug te winnen. Oh, en de nieuwe installatie komt ver genoeg van de bebouwing af te staan, zodat er geen overlast zal zijn van stank of lawaai. Maar hoe krijg je dat afvalwater nou bij de nieuwe installatie in Gaarkeuken? Hiervoor bouwen we voor het gebied Marum en Zuidhorn een gemaal met een persleiding. De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerkwartier. Schoner en efficiënter. Een duurzame oplossing voor ons afvalwater. En dat is gunstig voor de vissen, oeverplanten, vogels, insecten en uiteindelijk ook voor ons.